Naast de Inter-American Development Bank is vandaag de dag China de belangrijkste ontwikkelingspartner van Suriname. Dit zei minister Gilmour Hoefdraad van Financiën dinsdag in de Nationale Assemblée. Volgens de bewindsman is het afgelopen half jaar de strenge uitgavenbewaking voortgezet. De internationale reserves zijn goed voor 3,5 maand importdekking. De importen lopen terug omdat er sprake is van veel meer zelfvoorziening, terwijl de exporten van de mijnbouwsector licht toenemen. De inflatie vertoont een neergaande trend en is rond de 1% op maandbasis. Op de vragen van parlementariërs waarom de regering zoveel leent, antwoordde Hoefdraad dat de ontwikkelingshulp uit Nederland sinds eind 2010 gestopt is en het daarom noodzakelijk is om te lenen. We gaan moeten lenen als het niet geschonken wordt. En ons motto blijft: lenen als het niet geschonken wordt, leen verstandig. Lenen kost geld, besteed verstandig opdat groei en terugbetaling gegarandeerd zijn. Ik denk dat verwijzen naar de citaten, vooral van de heer Tjonoheng, wij in feite niet anders hebben gedaan dan de issues van de vraagtekens. Ja, de vraagtekens die ze hadden ten aanzien van het waarom lenen. We hebben niet anders gedaan dan diezelfde weg op te gaan. Multilateraal, vanwege alle voordelen die het met zich meebrengt. En bilateraal, ook vanwege al die voorbeelden die het met zich meebrengt. Als we dus kijken naar ondanks omvangrijke ontwikkelingshulp lenen we nu nog. Dan we hebben twee charts met ons meegebracht. De externe financiering 75-2016, waar we zien dat tot 2010 in feite praktisch alles wat daar sloeg ontwikkelingshulp was, dus gratis geld. En in de charten naast in percentage van het bruto binnenlands product, dan zien wij dus ook wat die ontwikkelingshulp in termen van het BBP heeft betekend. Minister Hoefdraad zegt verder dat er verstandig geleend wordt bij multilaterale instellingen en bevriende naties. Zij geven zachte rentes, lange looptijden en een ruime graceperiode voor terugbetaling. Het is een hele uitdaging om de economie van Suriname weer stabiel te krijgen, zegt de bewindsman. Het is niet iets dat we vandaag kunnen veranderen. Het is heel makkelijk te roepen om hervormen van het overheidsapparaat. Maar het is een heel lang proces. Het is een ingrijpend proces. Omdat het allemaal daarin is vastgeroest. Dus het zijn vraagstukken die wij gaan moeten aanpakken. Mensen thuiszetten met behoud van salaris. Outsourcing van overheidszaken. Hoe gaan wij dat allemaal aanpakken? Wat zijn de uitdagingen waarmee wij dus dagelijks geconfronteerd worden? Ter illustratie heb ik een overzicht van de verstrekte subsidies en bijdragen in een tijdreeks van 2012 naar 2017, waarbij 2017 natuurlijk het eerste half jaar is. En het geeft aan u een goed beeld van wat wij allemaal aan subsidie geven en wie er allemaal als stichtingen, als organisaties, als instituten in aanmerking daarvoor komen. Minister Gilmour Hoefdraad van Financiën afgelopen dinsdag tijdens de begrotingsbehandeling voor het dienstjaar 2017.